morning, my friends, en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn donderdag en vandaag boek naar DPG voor iets nieuws. Het is wel super exciting, want ja, ik kan er eigenlijk niet te veel over zeggen, maar ik wil jullie wel meenemen in zoverre dat ik alles kan filmen. Dus nu ga ik vertrekken naar Brussel en dan zie ik jullie in Brussel. Alright, mijn make-up is gedaan. Ik heb ook net een interview gedaan met Flair. En straks gaan we de foto's en de video's maken. Ik ga sowieso mijn camera meenemen, maar ik kan niet beloven dat ik mag filmen. Maar ik ga het toch proberen en anders ga ik het gewoon houden voor later. Maar dit zou dus mijn look zijn, gewoon tot hier, want dat is mijn eigen broek. Zo, dit. En dan waarschijnlijk nog een oranje muts. To make it funky. Funky, funky. En 3, 2, 1, actie. Kijk naar de lens. Oké, stop. Ik heb hier wel crazy gaan. Ja, ja, want dat is wel leuk. Je moet opzij draaien. Maar altijd met de camera. Kijk hoe. Fransie. Ik volg u. Ja, doe maar. Bijna. Ja, doe maar. Oh, joh. Dat was beter. Oh! Hey. Maar hij is in de lucht. Moet ik klaar op, maar klaar nog niet. Nee, we gaan het niet doen. Je moet vooral zwoel kijken. Dat is overal op het thema. Oké. Okay. En de camera loopt. Loopt. Dat is zo goed, ja. En 3, 2, 1, gooi. 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 Ik kan ze dan nooit vallen, haar man. Je wou dat gaan lukken. Weet je, je bent beton steen dat er dan bij zit. En gooi. Gooi. En gooi. En gooi. Gooi. Ja. Ik ben geen kannibal, hè. Loop. 3, 2, 1, gooi. Ja. Voilà, de opnames zijn erom. Het was best wel heftig, maar het was superleuk. Oh, maar we zijn home now. Ik denk dat ik juist voor de villa zijn. Of net in de villa staan. Hello, my friends. We zijn woensdag. Ik heb een paar dagen niet gevlogd. Omdat mijn leven redelijk saai was de laatste dagen. Maar vandaag doen we wel iets heel leuks. Ik ga straks Nugget brengen naar de kapster. Want om 14 uur komen ze voor Woef. Want we hebben een soort van mini-interview samen met Nugget. Hey. Maar ja, wij hebben samen een interview. Hey. Want wie is er een mooie meid? Jij. Hey. Wie is er een mooie meid? Maar we gaan dus eerst weer Beertje... Ah, lastig. We gaan dus eerst weer Beertje maken. Want van de kapper... Dan is het altijd zo cute hier rond en oh, I love it. Dus ik ben heel benieuwd. Hé, wat is hij? Ah, ik zet die knop in die hond. Dus ik wil eigenlijk ook wel een beetje opruimen voordat ik ze moet afzetten. Ik heb nog een kwartier, maar ja, mijn strijkijzer staat hier. Want ik heb eigenlijk nog fucking veel strijk dat ik moet doen. Dus ik weet niet of ik het moet laten staan of niet. Want aan de ene kant, dit is real life en huiselijk. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja... Toch een beetje normale ruimte gewoon op. Maar ja, ik heb toch nog wel enkele dingen dat ik moet opruimen. Zo die tafel en dan ja, kleine dingen, de kussens opzetten. Het is nu niet dat hier heel vuil is, maar... Ik ben van de week ook ziek geweest. Ik heb massas moeten overgeven. Dus ja... Wat is het? Het is nu 11:30. Nee, het is nu bijna 11:00. Over een kwartier moet ik vertrekken. 11:05 ben ik terug. Om 2:00 komen ze. Ik ga misschien wel nog kunnen strijden voordat die man hier is. Of vrouw, ik weet niet wie dat er komt. Ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren. Of dat ook makkelijk gaat zijn om foto's te kunnen nemen. Want die dog kan wel een beetje crazy zijn. Oh, ik heb fucking veel dorst. Echt, wow. Ik heb geen Fusty meer in huis. Ik drink super raar Fusty. Sparkling. Maar die is dus op. Ja, ik ben maar een Cola Zero. Dus ik ga een Cola Zero drinken. Zoveel dorst? Niet normaal. Ik heb ook verse nagels sinds gisteren. Ik ga jullie even op mijn statief zetten.
Want ik wil eigenlijk ook een beetje babbelen over mijn nieuwe camera. Ik heb dus een nieuwe camera. As you can see, het beeld is veel, veel beter. Ik moet zeggen, ik vind de... Die focus... Sorry, maar ik vind die focus echt zoals... Check. Moment, dat kan ik zo... Ik ga dat blikje doen. Die focus van die camera vind ik absurd. Als ook vind ik dat die echt zo... Hoe kan instellen van, oké, okay, nu is het hier klaar. Het is klaar. Maar als het donker is, vind ik ook dat die wel redelijk veel licht bij heeft. Wat ik heel nice vind. En dan het laatste, wat ik op mijn vorige camera niet had, is dit floesje voor lawaai. Ik ga het jullie even tonen. Dit floesje voor lawaai had ik ervoor ook niet. En ik vind dat echt niet normaal. Want nu kan ik buiten lopen en horen jullie mij toch nog perfect. Als ook dit, de statief, is echt een lifesaver. Super handig voor als ik bijvoorbeeld iets wil filmen of zo. Een haul of weet ik veel wat ik er allemaal mee doe. Maar ik vind dat echt super nice. Dan kan ik ook filmen hiermee. Ik kan hierop duwen. Ik kan inzoomen. Ik kan echt van alles doen. And I like it very much. So, thank you Sony voor deze super mooie camera. By the way, nog iets. Het is touch. Vind ik echt super fancy schmancy. Het is touch, dus ja. Thanks Sony voor deze super vette camera. Dus dit is de ZV-M2. ZV-1M2. Zo. Dit is de ZV-1-M2. En ik vind die echt niet normaal. Ik ben er super, super blij mee. Love the quality. So, thank you. Sony, very nice. En dan gaan we jou voeren naar de kapster, hé. Ja, dan gaan we jou voeren naar de kapster, hé. Het zonnetje schijnt speciaal voor jou, Nugget. Speciaal voor jou. Speciaal voor jou schijnt het zonnetje. Ja. I love you. Waar zijn wij nu? Zijn we bij de kapster? Hé? Gaan we je haartjes knippen? Maar ja, vind je leuk, hè? Een kleine stoot, hè? Onze kleine cutie beer. Ze is bijna bang. Ja, en wel? Dus ik heb een beetje. Ik hoor de bang. Oh, ze wel niet. Monnetje. Kijk, ze wel niet. Ga je op pakken? Oh, mijn man, als ze niet pist, stop ik. Voilà, kijk ze. Is ze drukt? Nee, ze drukt. Oh. Oké, okay, ik heb dus net een Nugget afgezet en ben ik de enige. Mijn hond is echt zo een dikke, vette suit. Dat is niet normaal. Zij is echt zo triest voor alles. Maar als mommy vind ik het dan ook echt zo moeilijk. Omdat ik dan denk van, oh, ik ben een slechte mama. Maar terwijl, allez, Annelies is een bijroeie kapster. Ze is bijna flink met hond en bijna lief met hond. Maar Nugget is gewoon zo'n dikke suit dat ik denk van, oh, heren bolleke toch. En ik vind het altijd zo moeilijk om erachter te laten. Terwijl het eigenlijk maar een uurtje is, maar ik vroeg me af wat er nog mensen zo zijn met hun hond, ja. Maar we zijn dus onderweg naar huis. Ik ga nog een beetje strijken, zodat al mijn strijk klaar is. Zodat ik mijn strijkplank niet weer in en uit moet gaan, dat ik gewoon door kan strijken nu. Dus ik ben om iets voor 12 thuis. Ik denk dat ik rond 1 uur ga eten. Dan heb ik een uur voor te strijken, dus dat moet lukken, hè. Ja, dat moet lukken. Strijken en kijk naar de vlog van Molly May. That's life. Ik heb nog een uur. En ik heb nog een heleboel. Dit is al gestreken. Enkel dit nog strijken. Also, als je ziet dat mijn lippen een beetje blauw zijn. Ik heb gisteren mijn lippen een beetje bijgedaan. Ik doe dat al meer dan een jaar. Of twee jaar of zo. Dus het is niks nieuws. Maar het was echt meer dan 6 maanden geleden dat ik dat gedaan. Dus vandaar zijn ze iets blauwer en iets meer gezwollen. Dus ik hoor dat ook wel eerlijk zeggen tegen jullie. Want eigenlijk schaam ik me daar niet voor. Want als ik lach... heb ik nu tenminste wel een bovenlip. Maar ja, dus het duurt eigenlijk echt wel super lang. Dus jullie zijn eigenlijk ook wel gewend. Maar ja, het is niet dat ik erover ga liegen of zo. Maar nu is ze wel echt... Het lijkt een beetje op een koe met vletten. Also, ik was de vlog al geëindigd. Ik ging eigenlijk beginnen strijken. Maar super grappig. Dus gisteren was ik bij dokter Doornaert voor Haifu en mijn lippen bij te werken.
En nacht ervoor had ik eigenlijk heel de tijd moeten overgeven, dus ik was echt super ziek. Dus ik had ook al een soort van, hey, ik ben ziek, dus kun je dat erg is? Ah ja, nee, dat is geen probleem, dus ik ben geweest. En we zijn begonnen met haifu, dus dat is zo voor een strakkere kaak, strakkere kaaklijn. Dus ja, de kotelet blijft aanwezig, maar dit is iets strakker nu. En dan mijn lip een beetje bijgedaan, maar omdat ik zodanig flauw was en ik had dat niet meer gegeten sinds de dag ervoor, smiddags, was bezig aan mijn lip, maar ik zei plots, even pauze. Ik was echt zwart te zien van mijn ogen, ik ging los flauw van op tafel. Dus ze heeft mij platgelegd en ik had met mijn knieën in de lucht. En ja, dat was het wel beter, maar redelijk schaamtelijk, want ze zit er dan zo, het doet al pijn. En zo, even pauze, want ik ga echt van mijn zus vallen. Dus bij deze wil ik u ook... Ik kan niet babbelen. Dus bij deze wil ik u ook dat verhaal nog vertellen. Dan is dit ook van de baan. Dan is het geweest. Dan moeten jullie geen zorgen maken dat mijn lippen blauw zijn. Of onderling afvragen wat er is. Ik doe iets aan mijn lippen al meer dan een jaar en een half, zeker. Tussen een jaar en een half en twee jaar. En ik ben er heel blij mee. Het is nu heel gezwollen, dus lijkt het heel onnatuurlijk. Maar over een week is het een heel ander zicht. En het is daarvoor dat ik streef naturele lips die iets voller zijn dan die van mij, want ik heb anders geen lippen. Geen lippen. En ik ben er heel blij mee, dus ik doe dit ook voor mezelf. Nu, genoeg geluild, ik ga nu echt wat streven, want... Kijk eens welke mooie meid er geknipt is. Wie is er zo mooi geknipt? Massa? Wie is er zo mooi geknipt? Wie heeft er straks een interview en een shoot? Ik, kleine Nugby, ik heb een shoot. Oké, okay, we zijn 2:15. Ik heb mijn haar een beetje netjes gedaan. Ik ga nu gewoon nog even mijn lippen bijdoen, want die zijn nu echt, ja, heel duidelijk, heel lelijk. Dus we gaan even de lippetjes doen. En dan wachten tot ze hier zijn voor de shoot en het interview. Zo. Het valt al een heel stuk minder op, maar ik ga het ook sowieso vertellen aan die persoon en vragen dat hij dat een beetje kan. Want ja, ik vind het nu wel stom. Zo boeit mij dat niet, dat jullie mij zo zien. Maar ik vind dat wel stom als ik een shoot doe met Nugget, dan die blauwe plekken daarop zijn. Dus ja, ik weet niet. Ik ga dat wel zeggen of dat hij dat misschien dan een beetje kan wegwerken. Tenzij dat ik het zo doe. Naar Nugget toe. Hij het daar schoentjes heeft. Dan moet hij dat niet wegwerken natuurlijk, maar toch een beetje, om een beetje... Kun je hond nu zo graag zien? Hé? Ja? Ook zo altijd in die hondenstem dat iedereen babbelt, hè? Ja. Wie is er een mooie meid? Wie is er een mooie... Ah, uw poot is een lipstift, denk ik. Ah, nee. Wie is er een mooie meid? Wie is er een mooie meid? Maar jij, hè? Als ze zo weer Crazy Loco begint te spelen, dan is ze weer helemaal verwelderd. Doen we niet. Dus nu wachten tot de persoon hier is om mij te interviewen met Nugget. Alright, de shoot met Nugget zit er ondertussen al even op. We hebben ook een vriend gaan bezoeken die een zaak heeft overgenomen. Super nice. En vanavond eten we een culinair hoogstandje. Namelijk Dr. Oetker pizza's. Het kan niet debieler en dommer zijn dan dit. Maar trouwens, is er nog iemand die de tomaten eraf haalt? Ja, die kreeg ik er niet zo goed af. En er extra kaas bij legt, want ik ben die persoon die dat doet. Omdat ik vind dat tomaten op een pizza echt fucking vies zijn. En er ligt in mijn opzet altijd te weinig kaas op. Oh, en ze mogen erin. Woehoe. Good morning, my friends. We zijn zaterdag. En vandaag gaan we eigenlijk iets speciaals doen. Want ik heb gisteren dit pakketje toegekregen. Dat is dus een lege doos. En dat is eigenlijk een samenwerking van Feestparken en PostNL. En dat wil eigenlijk zeggen, omdat ik een lege doos krijg, dat 1 op 7 kinderen in België dat ook krijgen. Dus we gaan nu naar de speelgoedwinkel en we gaan cadeautjes kopen. Want dat is de bedoeling. Ik mag een cadeautje kopen en in deze doos steken. Maar dan denk ik dat ik het bij 1 cadeautje ga laten. Want het is wel leuker als ik meerdere kinderen kan helpen. Dus ja. Een zorgeloze verjaardag. Leuk, hé? Dus we gaan nu naar de speelgoedwinkel en cadeaus kopen. Woe! Alright,
We zijn net naar de Superbazaar geweest en ik heb super veel speel mee, dus ik hoop dat die doos ook toegeraakt. Maar we waren daar net in Dreamland en ja, we waren buiten vloog omdat ik Nugget mee had. Ik was niet zo content. Ik had mijn kleine doodoebeer mee en die madame zei, ja, dat mag niet, daar soep aan en ik zei, en als ik ze draag, ja, nee, ook niet. Ik zei, maar het is zo'n klein hond. Ik zei, het is geen labrador, hè. Ja, maar het is een hond. En ik, oké, daar, al dat speelgoed neerlaat en vertrouwen. In de Superbazaar mocht Nugget wel binnen, dus hier hebben we echt veel gekocht. En ik ga straks alles tonen wat ik gekocht heb. Ik vind het echt exciting. Alright, we zijn thuis. Ik heb de doos gevuld omdat ik het gefilmd heb op mijn TikTok. Wat ik allemaal gekocht had. Maar dus ja, kijk. De doos is vol. Ik ga die opsturen. Allee, toeplaan en opsturen. En dan hoop ik dat de kindjes er super blij mee zijn. Moest je ook een bijdrage willen doen voor kinderen die geen cadeaus krijgen voor een verjaardag? PS, jouw volgers kunnen ook helpen om elk kindje een zorgeloze verjaardag te bezorgen. Daarom zou het fijn zijn als je een unboxing video deelt. Daar vinden ze hoe ze ook zelf gratis een cadeautje kunnen versturen. Spread the word, wat? Ah ja, op postnl.be en postnl.be. Oké, je kunt het vinden op postnl.be/feestvaren. Ik ga het hier ook schrijven. Maar daar kun je dus ook eigenlijk een bijdrage doen. Dat kan ook iets heel kleins zijn. Want ik heb ook kleine dingen gekocht. Niet enkel grote dingen, bijvoorbeeld dit trolls dingetje. Of een dagboekje. Ja, ik heb echt superveel gekocht. Ook Lego dingen. En Play-Doh. En ja, echt wel veel hoor. Ik heb mijn beste gedaan. Ik heb ook voor alle leeftijden proberen te kijken. Dus bij deze ben ik super blij dat ze mij dat opgestuurd hebben. Dat ik toch een paar kindjes een leuke verjaardag kan geven. Heel leuk. Alright, my friends. Ik ga ondertussen een haul doen. Want ik heb enkele dingen besteld op Lovies en Zalando. Er komt nog een pakketje achter van Massimo. Maar dat zijn twee basic tops. Maar dit zijn dus de leuke items. We gaan die samen aandoen. Alright, dit is het eerste item van Touché. Van Zalando. Ik vond dat een hele mooie trenchcoat. Het heeft zo van die drie kleuren en het is zo niet de basic trenchcoat die je anders ziet. En daarom vond ik het zo leuk. Ik heb trouwens alles gekocht op Wereld Internationale Vrouwendag of zo, want we zijn allemaal met korting. Maar dus deze. I love it. I love it. Ik heb deze in een maatje. Small, denk ik. Ja, in een 36. Dus heel, heel mooi. César Gaspari. Vind ik heel, heel mooi. Ik vind het leuk omdat het zo verschillende kleuren heeft. En dan vind ik het leuk om bijvoorbeeld groene sneakers erbij aan te doen. Of rode sneakers erbij aan te doen. Maar ik heb groene sneakers van Adidas. En ik heb rode sneakers ook van Adidas. En ja, ik zou dat wel dragen met een witte t-shirt. Niet met die trui eronder. Maar ik was te lui om iets anders te gaan halen. Maar I love it. Ik vind het echt leuk. Het is zo cute, dit op een shirtje of een witte broek. Love it. Het volgende item is deze grijze broek van Naked. Heel, heel mooi. Ik vind het leuk dat hij zo super recht gaat. Want en hier zo aansluitend is. Want ik vind het echt wel, ik weet niet, dat siert of zo. Deze broek met een zwart hakje, echt een mega vibe. Super, super mooi. Dus ik ben mega blij met die broek. Oké, deze wordt iets moeilijker, maar het volgende zijn deze hatten van Mango. En dat is zo'n sokje. En ik vind ze heel, heel mooi. Ze zijn ook iets gevormd. Dus de top is zo. Wacht. De top is hier zo. Hier heb je een hoek. En ook de hiel is zo iets bruter. Ja, niet letten op mijn melkflessen. Maar ja, amai. Echt een vibe, hè. Niet te heel hoog, maar heel mooi met die nieuwe broek dus. Heel, heel blij mee. Wauw. En ik zeg het u, het was een soldekus. Het was misschien 30 euro of zo. Oh, soldekus. Love you. En dan heb ik nog deze vier items van Lovies. En die gaan we ook aandoen. Het was overal mijn 30. Huh? Dit is het eerste item. Het is een body. Dus ik ga het nu niet even aandoen met een body. Want ik heb er geen zin in. Ja, ik vind het wel mooi. Ik zou het aandoen met een soort van zwarte bralet en een blazer. Wat dat heel classic kan zijn. Anyhow, het is een super zachte materie. Oh, I love it.
So soft. Dit is het volgende item. Een witte, gebroken witte trui van Lovies. Maar het is geen basic trui. Tjoe. Het is een trui met een open rug. En ik vind het echt zo mooi. Dingen waarvan mijn rug bloot zijn, zie ik graag. Ik weet niet waarom, ik vind dat wel mooi. Een rug vind ik echt mooi. Ja. Dit is het voorlaatste item. Ik had die al een tijdje geleden gezien op de site van Lovies. Maar omdat er nu 30% korting op was, dacht ik van ja, dit is mijn kans. Amai, ik heb echt al zoveel keer gezegd, mijn 30%. Wauw. Waar is dat nu? En ja, ze hebben die ook in het groen. En ik vond die ook mega mooi. Maar deze had ik al een tijdje geleden gezien. En die vind ik echt zo leuk. Die is ook perfect van lengte. Ja. De kapotte look vind ik wel nog een vibe of zo. Ik weet niet. En dan als laatste item dit rokje. Ik heb dit rokje ook in het kakkie. Dus ik wist dat het sowieso een leuk rokje was. En ik weet niet. Ik vind het echt een heel mooi rokje. Dit rokje heb ik in een S en niet in een XS. Want een XS zou dan hoger komen en meer span. En dat wil ik niet. Want dan is het iets te kort. Dat vind ik echt een no-go persoonlijk. Dus ja, ik zou het ook niet met een blote buik dragen. Maar ja. Ik heb ook echt nood aan de zon, as you can see. Maar dit was dus mijn haul. Ik ben heel blij met mijn items. Woehoe. Echt verschrikkelijk. Er zijn net terug selfies aan toegekomen. Ik had er 6 besteld. Omdat ja, de zomer komt eraan. Ik heb vorige zomer heel mijn zomerkast geledigd. En alles eruit gehaald. Voor, ja, dingen dat ik niet meer draag, dingen die nieuw zijn dat ik nooit gedragen heb. Gewoon veel te veel. En ik heb het dan gesorteerd in zetten dat weg mogen. En ik heb die niet uitgehaald. Dit is de stand van zetten. Sorry, maar dat is er echt over. En dat zijn al 2 gevulde zetten. Die zijn al gevuld, maar deze moeten er terug allemaal in. Dus het is zoveel. Ik heb zoveel kleren verhaard in al die jaren. Dus ja, we gaan samen. Ik ga er sowieso nog een keer doorgaan. Want ik weet ook dat ik misschien heel veel aan de kant heb gestoken. Want als ik kijk naar de dozen die boven staan met zomerkleren die terug in mijn dressing moeten, dan is het misschien heel weinig. Maar ja, ik ga er toch nog een keer doorgaan. Dit zijn bijvoorbeeld al 2 dingen die er sowieso in komen. Dit tasje van Coach. Vond ik heel mooi, maar ja, ik draag het gewoon niet meer. Oei. Er zit nog een balpen in. Hihi. Dus zoals je bijvoorbeeld ziet, is er echt niks aan van schade. Ook niet aan de onderkant. In heel mijn leven draag ik eigenlijk best wel veel zorg voor mijn grief dat ik heb. Dus dat is wel goed. Ja, de binnenkant is ook super nice. Dit is het tasje. Dus dit is bijvoorbeeld een item die binnenkort te koop gaat zijn. Als ook deze trui van Off-White. Hier staat er met bloemetjes Off-White. En op de rug dan het logo en bloemetjes. Die draag ik niet. Dit is bijvoorbeeld een large. Dat draag ik veel liever. Dit is een small. En ja, eerlijk gezegd, het was hem niet echt. Het is perfect van maat. Voor mij, een small is perfect. Maar het is iets te krap. Rokjes, super leuke rokjes. Ook in het zwart. Mega tof. Maar helaas niet met mijn ding. Allee, jawel, maar ja, ik droeg dit toen ik 23, 24 was. Maar nu draag ik dat. Alhoewel dat wel echt een leuk is, hé. Oh, maar ja, ik moet ergens toch nee gaan. Kijk, dit is een voorbeeld van dat je eigenlijk echt moet nadenken over wat je wegsmijt of niet. Want dit is een topje van mijn mama geweest. Maar ze heeft dat gegeven aan mij. Ik heb dat vorige zomer proberen weg te doen, maar dat is nu weer mode, hé. En nu vind ik dat weer mooi. Sla mij dood. Ik snap er ook niks van. Goed, mijn batterij is bijna plat, dus ik ga nu even verder doen. Dan zie ik jullie later terug als ze aangevuld zijn. Oké, de damage is done. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Mijn batterij is nu nog plat.
Dit zijn de zaken die worden opgestuurd naar Silpi. Hallo my friends. We zijn vandaag donderdag en ik ben onderweg naar Antwerpen, want ik heb daar een evenement van Dyson en daarna ga ik met management gaan lunchen. En dan moet ik gaan kijken naar onze salontafel, want vanmorgen hebben we die bekeken dat die goed was in de living. Die is dus goed, want we moeten die nu nog in Mortex draaien. Dus gaan we eerst gaan kijken welke kleur al wil en dan ga ik achter Nugget. En dat is zo'n beetje mijn dag. Vanavond ga ik ook nog iets gaan drinken met vrienden. Dus ja, een leuke dag. Het gaat zonnig worden. Ik ben blij dat naar Antwerpen moet nu, want in het binnenland is altijd warmer dan in West-Vlaanderen waar ik woon. Dus ze zeiden dat vandaag 18 graden ging worden. Dus ik heb me er wel op gekleed. Ik heb gewoon een blazer aan en een soort van dikkere t-shirt. Ik ben wel benieuwd. Ik ben ook super benieuwd voor de nieuwe Dyson, voor het nieuwe Dyson product te zien. Want het is een blow dryer en straightener in één. Dus we gaan die straks zien. En dan zie ik jullie daar. It looks a bit like a straightener, but it is not a straightener. It has absolutely no hot plates. It just works with airflow. So the way that you use it is you can turn it on, and as soon as you turn it on, you'll hear the airflow come out straight away. It uses the airflow, and it's very concentrated airflow, to style the hair, going from wet to... We zitten aan de hoofdwortel, aan de wortel. Je kan ook heel gemakkelijk eerst de wortel zachtjes drogen. Hij gaat niet dicht genoeg tot aan de wortel, dus je droogt lichtjes de wortel, dan zet je hem aan. Op het moment dat we naar beneden gaan, gaan we heel rustig de tijd nemen. En je kan al onmiddellijk zien hoe glanzend en hoe mooi dat hem te werk doet. Dit is mijn één strijk. Dus als ik een tweede strijk doe, is hij super glad, super glanzend. Ja. Yeah, but we don't have the lunch yet. We just have the juices. Okay, update. Yeah, we don't have our sandwiches. We hebben maar één zak, er zijn geen broodjes in. Dus zien we hem dan op de man. Okay, oh, okay, thank you. Oké, okay, update. Die man die dat eten heeft gebracht, gaat nu zelf terugrijden naar Joey and the Juice en die tweede zak gaan halen. Maar ja, okay, so het is 10 voor 1. Ik ben al 15 minuten over, allez, over tijd, want ik eet altijd om 12 uur. For guidance on how to contact our customer care department, please press 1. Ah ja. For any other inquiries. Ik krijg straks iemand uit Los Angeles. Hi! Ik heb een goede morning. Oei, ben je rustig? If you, however, do not have the app, please fill in the form at www.jojuice.com/contact. Ik dit twee kan. We will try to reply to you within 24 hours. We hebben 24 uur. Oké. Dus we moeten 24 uur wachten op Joey en de Juice als een broodje, want we moeten doen via een vorm. Wat is anders Joe? Joe. Joey en de Juice klinkt toch veel beter? Ja. Misschien Joe en de Juice. Ik zal altijd Joey en de Juice, dus ik ben mis. Maar ja, ik ben dat niet in de West-Vlaanderen zitten, dus ja. West-Vlaanderen. Mellow Scarrot, sap je? Ga je het ook een sapje? Nee, ik heb niks. Onze cola. Als je een sokje wil. Ik heb. Moet je carrot cake hebben? Nee. Ik heb een carrot cake gehad. Ah ja, ik heb een carrot cake gehad. Het staat nog een heel zak. Wat ga ik voor? Oké, ik ben de vlog vergeten af te sluiten, maar dus bij deze. Ik hoop dat je genoten hebt van de vlog. De volgende vlog gaat sowieso over Burger House gaan, want daar ga ik alles proberen te filmen van achter de schermen. So, if you enjoyed, vergeet zeker niet van te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Bye!